De spelen zelf van 1896 vormden zoals iedere invented tradition een interessante bricolage van folkloristische elementen, let op de dame in Griekse klederdracht, antieke thema's, zuilen op de achtergrond, maar ook natuurlijk het opnieuw uitgevonden discuswerpen en wat eigentijdse innovaties, zoals het Duitse turnen dat u op de instrumenten ziet en dat ook een plaats kreeg in Athene en vanaf dat moment in de Olympische, op de Olympische kalender stond.